En we gaan nu, we moeten ongeveer 7 uur rijden. Zolang er niet wordt gehuild, vind ik alles prima. Nou, daar zijn we weer. Zo, we gaan inpakken. Chaos maar beginnen. Vorige keer was ik dus gewoon vergeten om ondergoed en sokken mee te nemen. Dat je denkt, hoe kun je dat vergeten? Ik neem deze koffer mee. Daar, het is daar echt een chaos, anders ga ik gelijk opruimen. De cream eggs voor mijn vriendin Rebecca. Spijkerbroeken. Hier ga ik de spullen voor in de boot in doen in deze tas. Dan ga ik met Charlie zijn koffertje beginnen. Standaard reissetje. Deze trui doe ik altijd aan. Echt mijn lievelings. Met mijn Stieglitz legging. Die dan helemaal over de grond sleept. En helemaal kapot gaat. Zoals je kan zien. Maar goed. Dit is gewoon mijn lievelings reisoutfitje. En dan met sneakers eronder. En hier heb ik mijn kleding voor morgen ingedaan. Voor op de boot. Lekker setje. Oh, dat was grappig bedoeld. Nee, ik wilde iets doen, maar ik denk, laat maar. Ik doe het niet. Bespaar mezelf de schade. Daar hoef je weinig voor te doen, hoor. Ben je er klaar voor? Ja. Oh, we moeten nog wel je voet poetsen. Let op. Je snoet. Je hebt nog tomatensoep op je toet. Haren nog doen? Nee. Oké, gaan we even je toe poetsen. Bij jou gaan we ook even poetsen. Okay. Kom. Lola heeft haar eigen outfit gestyled vandaag, hè? Kijk eens, lekker kleurrijk. Heel mooi, hoor. Oh, ik pak het uit. Ik ga eerst. Ja, nu mag jij naar de auto. Het zit zelfs in je neus. Hoe kan dat nou? Wat wil je doen? Nee, wacht even. Jij is niet klaar. Bijna. Dat is in mijn neus. Wat is er met je neus? Tomatensoep. Maar een beetje doet Joey haar. Ja. Super klein beentje. Heel. Zo klein beentje. Zo. Heel klein beentje. Super klein. Wat heb je met je shirt gedaan, Gaffer? Ik heb geknoeid van tomatensoep. Lekker dan. Met een geslabbetje om. Nou, we zitten hoor. We zitten in de auto, zit helemaal vol. Zoals je kan zien tot daar. En we gaan nu. We moeten ongeveer 7 uur rijden. Ik ga heel even kijken of dat klopt. Wat ik zeg. En oma Fon, je moet... super goed op je spullen letten. Je moet super goed op je spullen letten. 6 uurtjes rijden. Als we geen file hebben. Wat waarschijnlijk wel zo is natuurlijk. Omdat door gisteren door de storm niemand is gaan reizen. Dus ik gok dat we wel een beetje file hebben. Danny moet iets voor mij. Wat is er? Dat berenjasje van Charlie. Moet dat mee of niet? Ja. Ik heb net de alarm erop. Oh. Dat je dat zet. Maar dan vraag je het dan. Ja, deze vind ik niet lekker. Mag je gooien. Oh, is die niet goed? Nee. Doe maar. Ja, ze hebben jullie als je mag mee. Jojo. Ik weet niet meer wat ik aan het vertellen was. Maar goed, we moeten 6 uurtjes rijden. Ik hoop dat het een beetje vlot gaat. Ondertussen onderweg gaan we stoppen. En dan mogen we geloof ik om 8 uur op de boot. Dus het is nu 1:30. Was 1:30. Het is ook weer 2:15. Kort voor 2:00. Die zit helemaal zat. Ik ga niet sterven. Wat we allemaal begrijpen, maar ja, we moeten nog even een half uurtje. Dan gaan we eten. En dan gaan we eten en dan moeten we daarna weer 1,5 uur. Ja. Wat gaat dit zijn? Swami's. Ja, jongen, ik snap het. Maar ik kan er even niks aan doen. Behalve je speen in te doen. Ja, het is allemaal wat. We zijn er. 7 uur zit erop sinds we in de auto zijn gestapt.
Jullie hebben het super goed gedaan, Joe. Doe je shirt eens naar beneden. Charlie lag net te slapen, hij is net wakker geworden. En nou, ze hebben het super goed gedaan, echt. Ik kan niet anders zeggen. Nee, maar doe eens even je shirt naar beneden. Joe, op een crop top. Lekker Engels. Lekker, Joe. Hoe vond je het gaan, schat? Nou, helemaal goed. We gaan de boot op. En dan, we gaan naar de boot. Ja, we gaan naar de boot. Let's go. Iedereen vast? Ja, hè? Ja. Daar gaan we. Ik hou van de gedeelte als we op de boot gaan. Ik ook. Oh. Nou, ik roep een neet met papa slapen. Kan jij met boven slapen? Maakt niet zo uit. Papa, jij kan boven slapen en ik kan beneden slapen. Oké. Ik dacht dat jij boven wilde slapen. Ik ga boven slapen. Ja, jij mama. Gaat boven slapen, ja, bij mij. En jij gaat beneden slapen, mama. Ja. Nou, het is niet allemaal zo soepel, jongens, maar we zijn nu bij de boot. Stop, maar al een tijdje, hè? Stop! Nou, dat gaat ook lekker. Gaat lekker. 45 minuten, denk ik al, zijn we hier al. Dat is echt zo. We staan hier al een tijdje. Ja. Oh, ik ben echt doodmoe. Hallo, stop. Joe, stop eens. En iedereen is het zat. En het duurt dus super lang voordat we de boot op kunnen. We staan hier gewoon stil. Nou ja, het is 21:50 in de avond. Je kunt je voorstellen met 3 kinderen die echt al lang naar bed moeten. Dat nou niet helemaal het allerbeste recept is ooit. Ja. Dat is een auto met 9 kinderen. Nou, 9 nee, kinderen, ik heb ze geteld. Dat kan niet. 8 kinderen en 2 vrouwen. Zoveel, ja. Het kan altijd erg. Wow, zo veel. Dat is veel, ja. Ja. Dus het kan altijd erg. Wij hebben alleen maar vol. Nou, we hebben er 3. Zolang er niet wordt gehuild, vind ik alles prima. Nu. Gas. Rijden. Ja, joh, zegt het is even rustig zo. Rijden. Rij je bijna mannetjes op weg. Nou, jij moet even stoppen, want jij moet die documenten moet geven. Afgerond. Ja. There you go. Hallo. Ja. Thank you. It's gonna be great. Nou, dat was een aardige gozer. Ja. Bye. Handjes binnenboord logo, goed zo. Welke Q. Maar het is mij wel onduidelijk waarom het zo lang duurt. Sorry. Ja, het is mij wel onduidelijk waarom het zo lang duurt. Oh, die auto bedoel ik. Ja. Wel mooi. Ja, nee, ga je dat lekker doen met die vrouw ernaast? Ja, die stem ook niet. Ik heb mijn vuist gezegd, want er zit inderdaad niet te veel meer in. Ja, het zijn wel hartstikke lieve mensen allemaal. Ja. Dus we gaan op de boot. Het is kwart over 10. Ik zei dat die mevrouw zegt van fietsers als ik verkeer aan om het verschil betalen in Nederland, in het Engels en in het Duits. Ben je moe? Nee. 10:361, dus we zijn nu hier. Dus we moeten hier naartoe. 361 en 363. Zo, goedemorgen. Ik heb hier geslapen, hier beneden. En ik heb een soort van boven. Geslapen. En hierboven hebben Lola en Joe samen geslapen. Die wilden samen slapen, dus die hebben dat hier gedaan. Nou, heb je goed geslapen, Joetje? Ja. Het is wel een beetje kort, hè? Ja. Het is wel een beetje kort slapen. Een beetje kort slapen, ja. Oh. Deze ogen. Ik heb echt schoon. Ja, ik heb echt voor geen meter geslapen. Nou, dat is ook wel te zien. Zo. Kijk, mijn schoen is ja, om. Ja, rustig. En ik voelde dat ik eigenlijk niet kon slapen zoals ik had een keertje gedaan. Wat? Dat ik niet zo eigenlijk... Dat ik niet eigenlijk kan slapen in deze bed, want het is zo kort dat ik meteen weer wakker ging worden. Dat ik ga dan zo. Ja. Zo schattig, die kinderen worden wakker gelijk helemaal aan. En ik ben echt een wrak. Ik heb echt voor geen meter geslapen. Die boot ging best wel heen en weer. En er kraakte iets mega hard hier in die kamer. Ik weet niet wat het was.
Maar daarvoor werd ik steeds wakker, dus dat is echt vervelend. Maar goed, we zijn er dus. Oh, die ogen van mijn lieve dom. Wat is er, Joe? Well, can you squeeze this? Squeeze this up. Dat kan ik. Heb je je borstel al nat gemaakt? Nee. Doe maar een beetje nat maken, dus lekkerder. Yes. Als je voordat je hem in je mond doet, moet je hem even onder de kraan doen, oké? Voordat je hem in je mond doet, even onder de kraan. Ja. Oké. Okay. Hij luistert naar me. Je moet zout trekken. Toen is het. Zo. Ik ben klaar. Ja, het is een heel oude. Maar sneed het. Het vond ik wel heel happy hippie, vond ik. Nou, dit is voor vandaag een overbodige luxe. Nou, daar zijn we weer. Vloeren eruit. Oh ja. Keuken eruit. Super bizar weer om zo hier te zijn. Oh ja, je ziet nog bezig met de tegelvloer er aan het uitslopen. Dan komt hier de keuken. Dit wordt helemaal wand. Dan komt hier het kookeiland. En dan gaat hier de zithoek komen. Hier zo komt een tv-kast. En hier de bank. Deze doorgang, die gaat naar deze kant toe. Dus daar komt de ingang en dit wordt dichtgemaakt. Dan hebben we hier de speelkamer voor de kids. Kijken naar de tuin. Oh ja. Hier komt het washok. En nou ja, daar is de schuur. Hier komt dan nog een kast eruit en dan komt daar een stukje schuur. Dus hier hebben we ook nog best wel wat ruimte. Nou, ja, die korte. Dan moet je zoiets. Dus dan gaat die balk een stukje omhoog, zeg maar. Maar wat je pa zei is dat alles hier is beton. Zie je? Je ziet beton hier ook. Ja. Hij zegt, ik kan nergens. Hij zegt, heb je spots hier? Dat iemand allemaal spots natuurlijk. Hier ook. Dus die spots in de keuken. Maar misschien, misschien het plafond toch een stukje naar beneden. Dan zit je daar een keer alsnog niks met je leiding. Of dat is allemaal hol, kijk, want hier zie ik ook allemaal gaten doorheen lopen. Ja, heel apart is dat. Ik heb nog nooit zo gezien. Ik ook niet. Zo, een nieuwe dag. Goedemorgen. Middag. Hoe laat is het? Geen idee. Het is half elf. Het is heel laat. Dat is niet. We zijn net bij de school in het dorp waar we gaan wonen geweest. En we zijn net even langs een internationale school gereden. En we hebben echt nog geen idee wat we gaan doen, hè? Nee. Echt, we kunnen alle kanten op gaan. Ik vind het zo lastig. Het is echt heel anders dan in Engeland. Allemaal. En de school waar ze nu heen gaan is zo goed dat we eigenlijk een beetje verwend zijn. Dat de lat gewoon heel hoog ligt. En dan is het lastig om een keuze te maken. Dus we moeten even kijken wat we gaan doen. We gaan nu in ieder geval iets leuks doen. We gaan namelijk kijken naar vloeren. We willen dus super graag een betonnen gietvloer. Maar, of een betonnen gietvloer, ik weet niet hoe dat heet. Een microcementvloer. We gaan even kijken of dat past in ons budget. Want alles valt behoorlijk tegen qua prijzen. En dat komt echt omdat... We hebben natuurlijk het 4 jaar geleden verbouwd, zeg ik dat goed? 4 jaar geleden ook verbouwd. En toen was alles nog wel iets goedkoper. En dan bedoel ik vooral met aannemers en al dat soort dingen.
Dus dat valt wel een beetje tegen. Maar goed, we gaan dus nu eventjes kijken voor vloeren. We gaan kijken of het in ons budget past. Maar ik ben bang dat het een beetje gaat tegenvallen. En nog iets zinnigs te zeggen? Zit je alleen maar weer lekker te vergeten? Het is een lekker broodje. Dus ik ga kijken of ik jullie mee kan nemen. Met de keuzes. Dit is natuurlijk wat we super mooi zo vinden op de muur. Die kleur ook. Ik denk dat dat de soorten vloer zijn. En dat je deze soorten vloer allemaal kan kiezen. Ja. Zou je eens kunnen kijken? Oh, verschillende kleuren. Het wordt toch lastig met keuzes maken. Nou, dit voor op de wanden. Bij de tv-hoek. Dus op de wanden en op het plafond. En dan op de grond. Super veel keuzes. Dus we hadden een klein beetje keuzestress al. Wel echt mooi. Zo. Even de trots trosteren. Het is eindelijk een beetje droog. Dus we gaan even naar mijn oma toe lopen. Ja, ik mag een handje iedereen. Goed hoor, Ted. Super goed. Wij gaan even naar oma toe. Ja. Zeg eens hoi oma met mijn nieuwe vlog. Dag. Dag, Jack is nu aan het vloggen. Nou, gezellig hè. We zijn hier met z'n allen allemaal bij oma voor. Jackie, en we hebben net Rainbow Cakes op. Ja, ja. De vlog is klaar van Jackie. En dan moet je even afsluiten. Nou, doei. Bedankt voor het kijken. Druk even op deze duimpje omhoog. En op en neer. En een duimpje omhoog. Ja. Wat is het spelletje?